En leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik ben op dit moment nog thuis, maar we gaan zo rijden naar stal toe. En ja, ik ga vandaag gewoon even lekker trainen en ik wou jullie meenemen. Want er is heel veel gebeurd en ik ga dus nu naar stal toe, maar het is niet de stal die jullie kennen. Ik stond natuurlijk altijd bij mijn moeder, maar ik ben sinds vorige week verhuisd. En ik zelf niet, want ik zit hier gewoon nog in mijn slaapkamertje bij mijn vader en daar woon ik ook. Maar ik heb Bluff verhuisd. En hij staat dus nu op een nieuwe stal en ik wou gewoon heel even settelen voordat ik deze video voor jullie op ging nemen. Want het was heel veel stress en gedoe en ja, verhuizen is nooit leuk. Of nou ja, misschien wel leuk, maar het geeft gewoon veel stress met zich mee. En ik ben dus nu helemaal gesetteld en ja, het werd tijd om deze video voor jullie op te nemen. En als je me volgt op Instagram, dan wist je natuurlijk al, want daar had ik het al lang gezegd. Maar nu ook voor jullie op YouTube en wat meer beeldmateriaal, want ik ben verhuisd. Ik heb Bluff dus van stal verhuisd en dit heeft een paar redenen. Persoonlijke redenen waar ik verder niet op inga en ik denk dat jullie dat ook gewoon kunnen respecteren. Maar ook gewoon een paar trainingsmogelijkheden redenen. Want ja, alles wordt bij mij gewoon serieuzer. En het kost gewoon heel veel tijd, wil ik nog thuis trainen. Ik had natuurlijk bij mijn moeder geen bak. En ik was voor een half uurtje, drie kwartier trainen, 3 uren onderweg. En ja, als je gewoon 3 uren van je tijd kwijt bent om 3 kwartier daarvan te kunnen trainen, is gewoon heel veel. En ik rijd hiernaast natuurlijk ook nog andere paarden. En er komt binnenkort ook nog ander leuk nieuws aan. Ik werk nog, ik ga naar school, ik heb stage, ik ben aan het afstuderen. Dus ik heb het gewoon ontzettend druk. Dus ja, daardoor is het ook gewoon gekomen dat wij de knoop hebben doorgehakt. Ik heb hier super lang over nagedacht om Bluff te verhuizen. Er kwam wel iets anders naars bij kijken en daar heb ik heel lang over gejankt. En ik had deze video vorige week al opgenomen, maar dat ging niet zo goed. Dus daarom wou ik gewoon eerst even settelen. Want helaas, doordat ik Bluff moest verhuizen, heb ik Ollie moeten verkopen. En ja, dat is super jammer, want ik hield echt heel erg veel van Ollie. Maar heel hard gezegd, ik deed er niks mee. Hij was gewoon echt maatje en knuffelpony. Maar ik deed er niet zoveel mee. En ik kon hem wel mee verhuizen. Maar dan betaal je dus minstens 200 euro per maand voor een kleine pony waar je niks mee doet. Nou, dat is gewoon niet haalbaar voor mij, want ik moet het zelf betalen. En dat kan ik niet. Dat lukt mij niet. Dus ik heb helaas de knoop moeten doorhakken om Ollie te verkopen. Nu heb ik gelukkig via een heel goed plekje voor hem kunnen vinden. En ja, toen wij hem weg gingen brengen, stonden er ook 3 kinderen springend bij de weg. Want we waren eindelijk aangekomen en ze waren super blij met Ollie. En hij staat ook heel dichtbij, dus ik kan altijd nog langskomen. Nou, dat is heel fijn. En ik heb al heel veel mooie foto's ontvangen en zo. Dus hij heeft echt een heel goed plekje, maar ik vind het wel heel erg jammer. Ik heb er ook heel lang om gehuild. Maar het gaat nu goed met mij. En ja, wij hebben ook diezelfde dag dus ook Bluff verhuisd naar een hele mooie pensionstal. Ja, ik heb hier dus de mogelijkheden om volop te gaan trainen. En ja, net weer een stukje serieuzer bezig te kunnen zijn met mijn sport. En ja, het bevalt heel erg goed. Ik heb afgelopen week natuurlijk getraind en zo. En hij heeft een heel mooi stalletje. Er wordt goed voor hem gezorgd. Hij komt elke dag naar buiten, want dat vond ik heel belangrijk. Daar betaal ik ook wat extra voor, maar dat vind ik niet heel erg. Want dat is gewoon ja, iets wat ik heel belangrijk vind. Ik heb daar 2 mooie binnenbakken. Een mooie buitenbak, een stapmolen. In de zomer kunnen ze altijd het land op. Ze staan nu ook nog op het land. Kunnen ze, maar ik moet Bluff nog wel even introduceren in de groep. Dus dat moet ik allemaal nog doen. Maar ik wou hem eerst gewoon even lekker op zijn eigen stal ook laten wennen. Ja, Bluff is volgens mij heel erg blij. Hij is echt de laatste week al super fijn met trainen. En ik heb zelf ook echt weer motivatie om te trainen. En ja, het gaat ook stukken beter gewoon met mijzelf persoonlijk. Dus dat is heel erg fijn. Dus ja, ik denk dat het tijd is om jullie mee te nemen naar mijn nieuwe stal en het nieuwe plekje waar Bluff dus nu staat.
Dit is Bluff's nieuwe stalletje. En dit is dus het nieuwe plekje. En ik zal jullie zo wel even een paar dingetjes laten zien waar ik veel sta en zo. Dit is dus de stal. En ik heb daar grote hooi net hangen. En voerbakken en zo. Papa. En daar hebben we gewoon een poetsplek. En kan ik ook wassen en zo. Dus dat is super handig. En daar staan nog twee paardjes. En hier staan ook nog twee paardjes, maar die zijn er niet. En dan... Hier staan ook nog heel veel. Dus hier 80 paarden in totaal. En hier kom je dus bij mijn zadelkamertje. Ze hebben er nog veel meer. En dan loop je gelijk naar mijn kast. Dus dat is allemaal super mooi dichtbij. En papa zal hem even openen. Want mijn kast is natuurlijk nu wel een beetje anders. Want alles moet nu in een kast passen en niet in een hok. Nou, en dit is dus mijn kast. Is nu al wel weer een bende. Maar daar staan dus allemaal bakjes. En tweede plank allemaal bakjes. Ik heb nu alleen die stekers daar neergegooid. Want ik was gisteren druk aan het scheren. En hier heb ik mijn twee zadels. Hier allemaal hoofdstellen. Poetspul nog. En voer. En hier nog wat spul. Dus dat is de schade. En dan heb je dus zo... Daar staat Bluffemans. Oh, hij wil niet scherp stellen. Ja, dus alles is super mooi dicht bij de hand. Bluff heeft lekker zijn papje en die loopt ontzettend te morsen, maar hij vindt het echt super lekker. Ja, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden en de eerste indruk van de nieuwe stal. Dit is dus waar ik voortaan video's op ga nemen, waar jullie ook me wat meer zien. Als je verder nog iets wilt zien of een hele staltour, reageer dan even in de reacties. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei doei!